We zijn al gerust. We horen van onze dokters van Geneeskunde voor het Volk dat ze overspoeld worden met mensen met symptomen van het coronavirus. Dat er steeds meer mensen positief testen. De tweede golf is begonnen, zeggen de experten. En we zijn er gewoon niet klaar voor. En Maggie de Blok, Wouter Beke en al die politici, die wijzen nu naar ons. En die zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de mensen dat het virus zich opsteekt. En natuurlijk is handen wassen, bubbels respecteren, afstand houden, is dat allemaal heel belangrijk. Maar als we vandaag niet klaar zijn voor die tweede golf, is dat niet onze verantwoordelijkheid. Dan is dat de verantwoordelijkheid van de politiek. Dat ze voor de eerste golf niet klaar waren, tot daaraan toe. Maar voor de tweede golf zijn er geen excuses. We weten heel goed wat er moet gebeuren. Ten eerste, eenheid van commando. Geen lange vergaderingen met hopen ministers zoals afgelopen zondag, waar dan uiteindelijk niks beslist wordt. Geen 9 ministers waarbij iedereen bevoegd is, maar niemand verantwoordelijk. Maar wel een centraal, federaal commando met 1 coronacommissaris die deze crisis kan aanpakken. 2, sneller en breder testen. Het is onbegrijpelijk dat vandaag mensen 2-3 dagen moeten wachten op het resultaat van een test. De capaciteit is er, nu moet het sneller en moeten er meer mensen getest worden. 3, contactonderzoek. Dat is onze eerste verdedigingslinie tegen een nieuwe opstoot van dit virus. Mensen met symptomen snel testen, hun contacten opsporen en wie het virus zou kunnen doorgeven, isoleren. Vandaag gebeurt dat contactonderzoek vanuit commerciële callcentra en dat werkt niet. Mensen worden te laat of niet gecontacteerd, krijgen verkeerde informatie, er worden veel te weinig contacten genoteerd en we gaan niet op zoek naar verbanden en naar clusters van besmettingen. Het is tijd om het over een helemaal andere boeg te gooien en die contacttracers in de eerste lijn te laten samenwerken met de huisartsen. Dat is wat we doen in onze praktijken van Geneeskunde voor het Volk en we zien dat het werkt. Daar vinden we wel contacten, vinden we wel clusters van besmettingen. Laat ons dat nu overal doen. 4. We weten hoe kwetsbaar onze woonzorgcentra zijn voor het coronavirus. Het virus en de lockdown hebben er enorm ingehakt in onze woonzorgcentra. En toch is er vandaag nog altijd niet voldoende beschermingsmateriaal. Toch wordt er vandaag nog altijd niet getest om zeker te zijn dat het virus niet binnenkomt in onze woonzorgcentra. Vandaag draaien heel wat woonzorgcentra voor een groot deel op jobstudenten. We hebben veel meer personeel nodig om het virus buiten te houden en goede zorg te kunnen bieden, nu. Niet tegen het einde van het jaar, niet volgend jaar. We hebben nu investeringen nodig in meer personeel. Eigenlijk is het niet te geloven. Het coronavirus wint heel snel terug aan kracht en onze ministers die lopen gewoon opnieuw achter de feiten aan. Dat er vandaag nog steeds geen eenheid van commando is, dat er niet genoeg getest wordt, dat het contactonderzoek vierkant loopt, dat er te weinig personeel is in de woonzorgcentra, dat is niet de schuld van de bevolking, dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Maar blijkbaar kruipen die nog liever uit het raam dan die verantwoordelijkheid op te nemen. Het is tijd voor actie. Dit gaat verdorie over mensenlevens. Het gaat over het voorkomen van een nieuwe lockdown. Het gaat erover om niet meer te moeten beslissen dat ouderen sterven zonder hun kinderen nog te kunnen zien. We weten wat er moet gebeuren. Laat ons het nu eindelijk doen. Beste mensen, geniet van de paar dagen vakantie. En zeker nu, zorg goed voor elkaar.